De lijn die ik zal volgen is vooral van, nou, waar zijn nou als zorggroep mee bezig? Ik denk dat wij nog steeds in ontwikkeling zijn. Ik ben directeur van het huisartsteam, wat een van de eerste zorggroepen is. Net zoals POSOP, waar Arnold directeur van is. Dus wat dat betreft ligt die lijn misschien wel redelijk parallel. We hebben veel contact onderling over hoe we zaken aanpakken. Ik heb een, dit is in ieder geval even een schets over wat die club van ons doet. Er zit in ieder geval huisarts in. We hebben een goede relatie met huisartsenlaboratoria. Met diverse paramedici hebben we inmiddels in allerlei zaken lijnen liggen. En ook met specialisten van twee ziekenhuizen waarop wij draineren. En daar zie je eigenlijk wat zich de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Is eigenlijk veel meer samenwerking tussen... niet alleen de huisartsen, maar met allerlei aanpalende groeperingen. En dat allemaal om te kijken of we de regie om de zorg van die patiënt kunnen verbeteren. Het huisartsteam klinkt niet echt multidisciplinair. De naam zegt het ook al, dat is dan ook niet zo. Maar je ziet toen de zorggroep... wij zijn begonnen toen het woord zorggroep nog niet bestond. En hadden dus ook een wat andere idee op hoe we die ontwikkelingen zouden doen. En dat maakt wel dat wat we zijn. Maar je ziet ook bij alle zorggroepen, veel van de eerste zorggroepen in Nederland zijn natuurlijk allemaal huisarts georiënteerde zorggroepen, dat die zorggroepen in ieder geval de zorg steeds vaker multidisciplinair gaan inrichten. En ik denk dat dat op zich een hele belangrijke ontwikkeling is in de eerste lijn. Nou, dit is waar wij zitten en voor u rechts zit Arnold. Nou, we zijn ooit eens begonnen te zeggen van, nou, dat samenwerken, dat gaat alleen maar als je dezelfde visie hebt. En probeer dan niet op een kamertje met mensen die elkaar het kot uitjagen een gelijkluidende visie te ontwikkelen, want dat lukt toch niet. Maar wij gaan wel voor, als het dan kan, kwalitatief hoogwaardige zorg en continuïteit van zorg. En dat is het aardige bij contracteren. Daar komen we misschien nog wel op. Er wordt heel vaak gezegd van, misschien is het goed om eens op outcome te gaan contracteren, op kwaliteit te gaan contracteren. Maar ik stel het nu zo'n jaar of vijf achter elkaar voor. En ik wacht nog steeds op het eerste suggestie van de andere kant. Dat dat ook een hele goede gedachte is. Dat hoor ik heel vaak. Maar dat er ook wat aan gedaan wordt is nog lastig. Waarom zijn wij gaan samenwerken? Nou, u kan het hier zo'n beetje zien. We willen in ieder geval veel meer gebruik maken van elkaars kennis en kunde. In de eerste lijn waren wij bijzonder goed om overal het wiel uit te vinden. Dus de ene dokter verzon iets en aan de andere kant van de straat deed iemand precies hetzelfde. En dat is veel minder geworden. En dat zie je nu ook doordat je met fysiotherapeuten gaat samenwerken. Of je gaat met diëtisten samenwerken. Dat je ook veel meer nu ook gaat merken dat je van die kennis en kunde gebruik maakt. En dus wij doen een aantal zaken met name op zorg en een aantal veel meer op bedrijfsvoering. En op die bedrijfsvoering... Daar zit van alles en nog wat tegenwoordig in. Er zijn allerlei producten die we daar ontwikkelen voor onze leden. En daarnaast zijn we meer bezig om ook richting de patiënt duidelijk te maken wat we aan het doen zijn. Dat betekent dat wij veel meer ook zijn gaan naar uniforme uitstraling. Al die clubs bij ons die praktijken heten het huisartsteam en dan de naam. We voeren allerlei zaken die op die manier is om in ieder geval aan te geven dat we met z'n allen samenwerken. Een aardige kreet die ik laatst gehoord heb van twee mensen die daar verstand van hebben, waarvan er één links voor zit. Dat is dat je nu in je eentje meer weet. Hè? Dus uw dokter weet meer dan één. En dus die samenwerking die moet eruit. Nou, dit zijn zaken zoals wij dat doen. We hebben een gezamenlijke website met z'n allen, gezamenlijke nieuwsbrieven. En dit soort zorgpassen waar ik later nog op terug zal komen. Waarin dat individuele zorgplan voor de time being, totdat we de ICT-systemen hebben ingericht, vormgeven. Nou, we hebben wachtkamer-informatiesystemen. Nou, dat zult u allemaal wel geloven, maar ik had die plaatjes nou eenmaal even op een rij staan. De ketenzorg die wij ontwikkelen is dus in 2007 zijn we met een van de eerste 10 in Nederland met DBC diabetes begonnen. In daarna COPD en inmiddels CVRM, dat loopt nu. En het aardige is dat je ook ziet dat die samenwerking met die verschillende andere disciplines inmiddels veel gestructureerder is.
En dat zijn denk ik de grote winsten daarvan. Daarnaast doen we daar rondomheen, zijn we bezig met een dermatologisch spreekuur. Wat behelst dat de dermatoloog in de spreekkamer van de huisarts patiënten mee gaat zien. Dus dat wil zeggen dat je dus anderhalve lijn krijgt. De dermatoloog kijkt en zegt dan nou dat plekje moet er wel of niet uit. En dat betekent dat je dan vervolgens de patiënt niet meer hoeft te verwijzen naar de tweede lijn. Tenminste als de activiteiten die de LHV verzonnen heeft straks weer beëindigd worden. Dus voorlopig verwijzen we weer. De cliëntenraad hebben we opgericht, dat is later meer. En we doen steeds meer aan zelfmanagement van patiënten met Prisma. Mijn gezondheidsportaal. En vorig jaar hebben we ook afspraken gemaakt met zorgverzekeraars rondom de taken van de praktijkondersteuners. Dus die hebben we apart gecontracteerd voor al onze huisartsen. Anders dan in de andere systemen, bij de andere huisartsen, waar het over het algemeen gewoon op individuele basis gaat. Dus we contracteren wel sommige zaken bewust anders. Nou, als je dan kijkt naar wat ontwikkelingen. Ik zit nog in het bestuur van de LVG tegenwoordig, waar ik ben vooral met die zorggroepen en public health ga bemoeien. Er zijn ongeveer 120 van die monodisciplinaire huisartsen zorggroepen, om het zo maar te zeggen, die eigenlijk allemaal de focus hebben op die chronische zorg. En dan diabetes is redelijk zeg maar in het land uitgerold. En COPD en CVRM, dat is erg wisselend, hangt erg van de regio's af hoe dat ontwikkeld wordt. En wat ik op dit moment is, zie dat heel veel collega's eigenlijk vooral de rem erop zetten. Er waren al wat zorgverzekeraars die ook wel wat aan het remmen waren, maar dat had meer met de financieringsstructuur te maken. En daar gaat het mij in principe niet zo om. Het gaat meer om de gedachte of je die ketenzorg zou moeten verder moeten ontwikkelen, de multidisciplinaire werken zou moeten bevorderen. En hoe je dat dan financiert, dat zien we daarna wel. Hoewel ik wel een voorstander ben van het contracteren op basis van DWC's. Want het stuurt nou eenmaal, zo gaat het in deze wereld, makkelijker op geld. Dan als ik in mijn club huisartsen heb die hun werk niet doen. En ik zeg van nou oké, dan krijg je volgende week ook niet betaald. Dan gaan ze toch harder lopen dan dat ze zeggen van nou dat zeg jij nou wel. Maar ik stuur de rekening toch gewoon naar de zorgverzekeraar. Want dat is namelijk een ander knopje. En, dus ik denk dat je op deze manier beter kan sturen. Nou, wat ik een hele goede ontwikkeling. Ja, ik heb van een van mijn patiënten iets cadeau gekregen vorige week. Vandaar dat ik nog regelmatig aan het kuchen ben. dat er ontwikkelingen zijn dat er verschillende zorggroepen eigenlijk ontstaan van diverse andere disciplines. Fysiotherapeuten volgden eigenlijk snel. Apothekers zijn bezig om zich op deze manier te organiseren. Psychologen zie je zich nu op deze manier organiseren. En ik denk dat dat het geweldig handig maakt om die verbanden te maken. En de afspraken kan je op die manier ook veel makkelijker maken over die multidisciplinaire samenwerking. Nou, dan zijn er, en dat is nog wel even iets, eigenlijk voor die zorggroepen twee brancheorganisaties, de LHV, die hier op de derde verdieping huizen, die hebben de adviesgroep Ketenzorg, die daar zit. Dat is een samenwerking met de VHN, de Vereniging Huisartsenposten Nederland. En daar zijn ongeveer een ruim dertigtal zorggroepen in georganiseerd. En de LVG die heeft een kamer van zorggroepen. LVG staat voor Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste Lijn voor. Diegenen die dat niet wisten. Je hebt een kamerzorggroep en daar zijn ook ongeveer een 30, 40-tal groepen bij aangesloten. En dan zijn er ook nog in die twee clubs wat zorggroepen die bij beide lid zijn. En als je dat zo ziet, dan denk ik dat het geen betoog hoeft dat het toch misschien een beetje veel is om daar twee van dit soort clubs voor in de lucht te houden. En is er ook een hele grote groep zorggroepen die daar eigenlijk niet zich niet vertegenwoordigd laten en dus ook wat minder aanspreekbaar mogelijkerwijs zijn. En daar wordt dus wel naar gekeken hoe dat, dat is dus een van de opgaven van de komende tijd, om te kijken van hoe we dat toch verder zeg maar bestuurlijk wat beter kunnen organiseren. En ook om te kijken of we andere huisartsenzorggroepen kunnen motiveren om daar dan ook toch bij aan te sluiten. En ook te kijken of het lukt om met andere disciplines
ook weer te kijken of we daar de boel kunnen koppelen en meer samenhang kunnen creëren. Dat is even op het bestuurlijk vlak wat de opgave is voor de komende tijd om daar meer samenhang in te krijgen. Nou, de belangstelling om ons heen neemt ook toe. De inspectie heeft natuurlijk belangstelling voor zorggroepen. De NZA heeft belangstelling voor zorggroepen. En dat zorgt wel voor gepaste dynamiek. Er worden diverse zorggroepen en door de inspectie ook bezocht. En wat dit bijvoorbeeld geresulteerd heeft, is dat de twee zojuist genoemde organisaties, de LVG samen met de adviesgroep Ketenzorg, gezamenlijk een benchmark diabetes hebben gepoogd te maken vorig jaar. En dat is eigenlijk de eerste keer dat eigenlijk alle zorggroepen in Nederland zijn aangeschreven om die gegevens te leveren. Het gebeurde in het verleden ook door ZISO, alleen daar kwam altijd buitengewoon op een of andere manier weinig respons. En inmiddels, ik heb de cijfers, de benchmarkgegevens niet voor u, maar ik kan wel zeggen dat inmiddels van de 120 aangeschreven zorggroepen, in ieder geval het afgelopen jaar, 64 hun gegevens hebben aangeleverd, waardoor er dus een hele goede registratie van te krijgen is. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat van die andere 64 er ook nog een heleboel zijn. En met mijn club kan ik dat bijna niet geloven, maar het is echt zo. Die ook gegevens niet kunnen aanleveren. Ook dat bestaat in deze wereld nog steeds. En daar moet natuurlijk snel verandering in komen. Nou, verder zie je dat er bij allerlei zorggroepen kwaliteitssystemen steeds meer aandacht krijgen. En ook governance aspecten meer tot de verbeelding gaan spreken. En dat zijn nadrukkelijke ontwikkelen, denk ik, die de positie van zorggroepen in dit land kunnen verbeteren. Nou, hier zijn die 64 zorggroepen. De gegevens die worden aangeleverd door zijn aangeleverd via regionale datacentra. En dat zijn dus gevalideerde gegevens. Dus wat dat betreft, daar kunnen we echt wat mee. Die regionale datacentra die worden ook gevisiteerd. Het Jan van Essen Instituut gaat zich daar met name mee bezighouden. Zodat er straks ook echt wat over te zeggen valt. Maar goed, de gedachte is dat die gegevens ergens in januari of zo ter beschikking zullen komen. Wat ik hoop is dat er de mogelijkheid blijft om deze ontwikkeling te continueren. En dat betekent dat je in mijn optiek de koplopers in ieder geval moet stimuleren. En dat ligt toch enigszins stil. En ik weet niet of het bij de koplopers nou direct zo stil ligt, maar in ieder geval bij een heleboel zorggroepen hebben gezien het huidige politieke klimaat, zal ik maar zeggen, toch besloten de hak in het zand te zetten. En ik weet niet of dat nou de meest slimme methode is, maar ik kan er wel enig begrip voor opbrengen. In ieder geval denk ik dat binnen die zorgstandaarden, daar wordt toch steeds meer multidisciplinair gewerkt. Een belangrijk aspect is in ieder geval, vind ik, dat de farmacie in ieder geval in de diabetesketen komt. In onze eigen club gaan we dat per 1 januari zo doen. Het contract ligt op mijn bureau en wacht op een handtekening. En dat gaat nog gebeuren voor 1 januari, dus daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. Maar, dus dat gaat goed komen. Dat gaan we met CZ doen, niet met de andere zorgverzekeraars voorlopig. Omdat ik even niet zo'n discussie wil hebben over volgen en niet volgen. Dus we doen het maar even met CZ. En dan gaan we in ieder geval de farmacie, de farmaceutische zorg organiseren binnen de keten. En dat is een project wat wij samen met het al eerder genoemde POSOP van de afwezige Arnold Romeinders samen hebben ontwikkeld. En met de Zuid-Limburgers van HOZL in Zuid-Limburg. Nou, dan denk ik dat er een mogelijkheid moet zijn voor koplopers om die aandachtsgebieden uit te breiden. Er ligt nog veel op ons te wachten, denk ik, buiten de drie voornoemde ketens. En ook denk ik dat we naar verdere taakherschikking en taakdelegatie zullen moeten. En dat we moeten kijken van hoe we dat goed kunnen inpassen
in deze ketens en ook kijken hoe we dan de kwaliteit daarvan borgen. En ik denk dat er ook steeds meer zullen toegaan naar populatiegerichte zorg. Van hoe organiseer je het in het misschien wel in het ene gebied anders dan in het andere gebied. En daarvan is onder andere die regio Eindhoven wel een interessante casus die er aan zit te komen. Maar ik denk dat er meer mogelijkheden liggen, zeker als je die ketens en die zorggroepen goed hebt opgetuigd, om ook te kijken waar er raakvlakken liggen met WMO en dat soort zaken, thuiszorginstanties die je daar veel meer bij zou kunnen betrekken. Ja, verder lopen wij toch tegen grote ICT-problemen aan. Ook daar wordt wel hard aan gewerkt. Er komen steeds meer oplossingen worden er wel gevonden. In onze eigen club zijn we bezig met het gezondheidsportaal samen met CZ om te kijken of we dat kunnen ontwikkelen. Waarbij patiënten meer bij hun eigen ziekte en behandeling worden betrokken. En nou, de individuele zorgplannen, ik heb zojuist wat in ieder geval onze serie boekjes nu nog van laten zien. Die met name gebaseerd waren op de hart- en vaatpas, zoals die door de hart- en vaatgroep gemaakt is. En er zijn nu wel in de landen in ieder geval bijeenkomsten geweest om ook juist te kijken van hoe gaan we dat individueel zorgplan nou op een hoger plan tillen. En dat ook ja, weer integreren in de ICT-systemen. Nou, verder hoop ik dat, dat er ook een verdere samenwerking komt van zorggroepen. Ik denk dat dat gaat en het gaat in ieder geval bij ons ook gebeuren. En daar kom ik later nog op terug. En ik denk dat er steeds meer eigenlijk eerste lijn zorgbedrijven zullen gaan staan. De eerste lijn wordt veel robuuster op deze manier en kan in de regio veel meer ontwikkelen dan al die losse bedrijfjes. En of dat nou MKB'ers huisartsen waren of MKB'ers fysiotherapeuten of wie dan ook. Als je met meer samenhang kan je dat goed doen. En als de ontwikkelingen ook in de tweede lijn doorgaan, dat het daar allemaal op minder plekken zou moeten kunnen of bepaalde dingen niet meer. Ik denk dat je nergens zo snel rumoer krijgt als dat je zegt dat je in een bepaalde stad het ziekenhuis sluit. Dan is denk ik de actiegroep Red het ziekenhuis snel gemaakt. Dat, volgens mij heeft dat geen 24 uur nodig. Maar als je kan aangeven dat je daar wel iets voor in de plaats kan zetten. En dat kan bijvoorbeeld een goede eerste lijns faciliteit zijn of een anderhalve lijns faciliteit. Dan wordt ook deze discussie toch wellicht een andere. Nou, als ik een aantal van die ontwikkelingen naar mijn eigen club projecteer, dan die benchmark, hoe is dat nou gelopen? Ik heb even viertal plaatjes, maar u moet wel geloven, ik kan ze voor u. Ik kan tegenwoordig per kwartaal zien wat er gebeurt. Ik kan zo inloggen op een website en dan kan ik het precies zien. Dit hebben we vorig jaar gemaakt in begrijpelijk Nederlands, zodat ook als het uitgelegd werd aan patiënten, het nog goed te begrijpen was. Maar hier zie je eigenlijk dat als je een paar jaar bezig bent, eigenlijk alles wat je aan het doen bent verbetert. En of dat nou dus, dit zijn meer de, sorry, de indicatoren die van nou, gebeurt nou ook iets daadwerkelijk? Hè? Is een bepaalde handeling ook daadwerkelijk verricht? Nou, dat loopt allemaal snel naar boven de 90%. Voetcontroles blijven nog even achter. Ik kan u vertellen dat het dit jaar over, bij ons over de 90% gaat. En de oogcontrole blijft een ingewikkelde. Dat heeft ermee te maken van, moet je wel bij iedereen ieder jaar een foto maken? Of kan het ook niet één keer in de twee jaar? En daarnaast, hoe zit dat met de oogartsen? Nou, en hier zie je dat het ook op uitkom, dus niet alleen op prestatieindicatoren, maar op uitkom factoren flink verbetert. En daar kan je nog van alles van vinden hoor, of dat nou genoeg is of niet genoeg. Maar als je kwaliteit definieert van goed naar beter, dan doet dit in ieder geval zijn best. Ook in één jaar CVRM zorg, dat is natuurlijk het eindresultaat nog niet zo spectaculair. Maar de verbeteringen zijn wel in ieder geval uitgebreid. En nou, daarvan hebben we ook nog splitsingen in primaire en secundaire preventie. Maar in ieder geval, eigenlijk op elk vlak zie je dat die cijfers verbeteren. En wat we dus vooral nu aan doen zijn scholing. We hebben een heel scholingsprogramma.
Ik denk dat we alles bij elkaar iets van 25 scholingsavonden per jaar hebben voor zowel praktijkondersteuners, dokterassistenten, huisartsen. En helemaal toegespitst op deze zorg. Maar ook scholing samen met diëtistes en het wachten is. En ook nascholing samen met longartsen bijvoorbeeld, samen met internisten. En zo zullen we volgend jaar bijvoorbeeld in het farmaciedeel krijgen dat er overleg gaat komen tussen de apothekers en de huisartsen. Wat nu allemaal nog mondjesmaat is, maar wordt door dit soort ontwikkelingen in ieder geval enorm gestimuleerd. Nou, samenwerking, had ik al gezegd, we hebben een strategische alliantie met de ondernemende huisartsenclub in Eindhoven. En we werken dus op diverse terreinen samen met Poosop en Hossel. En inmiddels steeds meer in onze eigen regio met de andere zorggroepen. De West-Brabantse club, dat is Bergzoom, Roosendaal, Breda en Zorro, wat is dus Oosterhout. Nou, dit is zoiets, hier kan je op een website bij ons precies inklikken. Je kan het niet lezen, maar iedere nascholing wordt precies beschreven en kan je inloggen, aanmelden en wordt dat georganiseerd. Nou, de Raad van Toezicht, daar zijn wij mee bezig. Poosop heeft er een. Met voorzitter als lid van die Raad van Toezicht, heb ik begrepen. En, geen voorzitter. Nee, lid dan. Lid, ja. Oh, nou, kijk. Dus ik denk dat dat in ieder geval een goede ontwikkeling is om daar in ieder geval op die manier mensen mee te laten kijken van hoe het reilt en zeilt. Wij waren dan wel niet vroeg nog, of in ieder geval zo vroeg met de Raad van Toezicht, maar wel... Ja, u ziet al, daar staan wat diabetes op dat fotootje daaronder. Zo is dat dan ook alweer. En dat is onze cliëntenraad, die wij dan weer wel als eerste in Nederland ontwikkeld hebben. Dat is dan toch ook weer interessant. Maar in ieder geval denk ik dat zorggroepen steeds meer gaan doen om ook dit soort zaken te ontwikkelen. En daar speelt ook in mee dat denk ik bij die zorggroepen toch ook een gevoel speelt van nou, blijft die club van ons? En hoe kan je daar vorm aan geven? Nou, ik denk dat de meerwaarde van die samenwerking die zit in het naleven van richtlijnen, betere zorg. Dat hebben we net laten zien. Ik kan een heleboel statistische gegevens daarvan laten zien. En daar kan je alles over discussiëren of het beter is als een heleboel mensen een laag cholesterol hebben. Daar kan je over filosoferen, maar als je vindt dat dat relevant is, dan is dat zo in ieder geval gebeurd. En... wat enorm helpt is de feedback, zeg maar. Dus die gegevens die zie je bij individuele dokters, kan je precies zien wat er gebeurt. Dus wij hebben vanaf 1 januari, staat er bij ons, als je de gegevens krijgt hoe jij presteert ten opzichte van de zorggroep, staat er niet meer dokter 1, 2, 3, 4 of 5, maar dan staat er gewoon Mutsaars, Reinders, Van Dongen en kan je gewoon zien waar het staat. Als je... En ik denk dat dat het voordeel is van een kleine zorggroep. Dat je, als je met de woorden van Maarten Klomp gepikt, het moet in een zaaltje passen. En als je namelijk een kleine club hebt, dan ben je bereid om daar open over te zijn. En ik denk dat het aardig is, als je dat doet, dan gaat de intrinsieke motivatie van de professional gaat dan werken. Dat als je ziet dat je het slechter doet dan je buurman, dan wil je dat graag verbeteren. En wij geven in ieder geval een heel gerichte nascholing. Nou, we zorgen voor... vermindering van de organisatiedruk bij die huisartsen of bij andere bij ons, dus bij andere organisaties, fysiotherapeuten dan ook, als dat via onze keten loopt. En we professionaliseren die praktijkvoering en dat zijn zaken die voor ons van heel groot belang zijn. Wat ook geweldig werkt, is dat je inmiddels weet wie de diëtist is. Sinds 4 jaar weet ik wie de diëtist is bij ons aan de hoek. En tot die tijd was het een briefje. En dat verdween ergens in een black box. En nu weet je waar dat briefje naartoe gaat. Of je schrijft je spreekt iets af met een fysiotherapeut. En als die fysiotherapeut belt, weet je ineens wie je aan de lijn hebt. Dat zijn volstrekt andere zaken dan 5 jaar geleden. En zonder dit soort initiatieven heb je die niet. En ook die gezamenlijke scholing met diverse disciplines geeft een geweldige interactie. En met inmiddels is het met de ziekenhuizen zo dat er te praten valt over verwijs- en terugverwijsafspraken. En ook dat is iets van de laatste tijd, moet ik wel zeggen. En wat steeds beter gaat. Een convenant met het ziekenhuis aan het afsluiten. De directie staat daar veel meer voor open. Die gaat daar meer op sturen.
Dus ja, dat zou moeten de substitutie moeten bevorderen. En ik weet ook wel dat die specialist op dit tijdstip iets anders gaat doen. En dat ik nog niet zeker weet of dat ook geld oplevert. Maar we gaan in ieder geval doen wat beloofd is. Ja, kortom, ik zou het best op kwaliteit willen contracteren en ook op outcome willen contracteren. Want ik denk dat ik die cijfers kan laten zien dat het deugt. De eerste lijn is denk ik druk met verandering bezig. Mijn vraag dan is ook of je, als het over contracteren gaat of over beleid, ga mee in deze verdere ontwikkeling. En bezuinigen in de zorg begint bij investeren in de eerste lijn. En ik denk dat het dat zomaar zou kunnen zijn. Ja. Henk. Ab. Dank je. Ik ga er weer staan. Even, ik nodig jullie allemaal uit om vragen, opmerkingen of zelfs kritiek te spuien wat mij betreft. Dat is wel goed, hè, neem ik aan. Ja, ik kan er wel tegen. Ja. Maar een vraag die ik heb, even bij die outcome. Hè. Stel nou voor dat je kwaliteit, dat je dat serieus gaat nemen, dat je dat gaat belonen. In hoeverre loop je dan in het risico, wat je nu volgens mij ook al wel loopt, dat jullie zoveel mensen gaan includeren, ook de wat gezondere mensen, zal ik maar zeggen, waardoor die uitkomsten uiteindelijk gewoon hartstikke goed lijken en je uiteindelijk meer betaald krijgt. Dat speelt nu ook al bij de DBC, want je krijgt op per persoon betaald. Hè? Ja. En straks krijgen we evaluaties van de ketenzorg. Nou, ik ga je een briefje geven, je noemde geloof ik 64% of 64 zorggroepen. Ja. Maar in ieder geval die geen data wisten te overleggen. Ja, dus ongeveer de helft heeft het aangeleverd. En als je kijkt dat het tot op heden nooit mogelijk was geweest om die data op te halen. Omdat die zorggroepen gewoon hun data niet wilden aanleveren. Mm-hmm. En dat er in ieder geval nu 64 groepen gemotiveerd zijn om die data wel aan te leveren. En ik denk dat dat de eerste stap is. Als we dat volgend jaar naar 80% zouden kunnen. Ja, dan wordt het op een gegeven moment als zorggroep wel ingewikkeld om je data niet meer aan te leveren. Maar mijn hoofdvraag is eigenlijk deze. Hè. Stel nou voordat er een evaluatie naar voren komt, de helft levert geen data aan. Ja. En bovendien zit er een fikse risico in van overbehandeling op grond van het feit dat je er A aan verdient. En B dat je je uitkomst een beetje kan opkrikken. Wat kunnen jullie daar nu nog aan doen om die conclusie te verhinderen? CQ, wat ga je doen als dat de conclusie zou zijn? Want daar lopen jullie ook risico, hè? Namelijk dat het gewoon van de kaart gaat. Ja, dan is het voorbij. Dan is, ik heb altijd gezegd, als je dit wil laten lukken, dan zal je ook helder en transparant over die outcome moeten zijn. En ik geloof dat het echt de enige weg is. Mm-hmm. En wat dan dus nu nadrukkelijk de bedoeling is. Ben je te verstaan? Is hij te verstaan overigens achterin ook of niet? Ga ik naar hier. Dan. Ja? Dus het valt of staat met die transparantie op die gegevens. En ik denk wat je dus nu doet, is dat we zeggen van nou luister eens even, we hebben daar een gekwalificeerd instituut voor die gegevens gaat verzamelen. De regionale datacentra die worden gevisiteerd. Die moeten aan eisen voldoen, anders mogen ze die data niet aanleveren. En ik denk dat als je het toch over contracteren hebt, ja, dan zou ik tegen de zorgverzekeraar zeggen van nou, luister eens even, er wordt slechts dan gecontracteerd als de gegevens via zo'n datacentrum voor die benchmark beschikbaar zijn. Mm-hmm. En over de inclusie, ja, natuurlijk kan je iedereen includeren. En bij diabetes valt dat denk ik reuze mee. Want ja, een diagnose is buitengewoon helder. Was alles maar zo helder als de diagnose diabetes, dan zag het bestaan er een stuk eenvoudiger uit. Bij CVRM is dat veel lastiger. En waar zit het feit in? Is dat hoe is dat in de afgelopen jaren in de systemen ingevoerd? Want daar zit eigenlijk de crux. En dat betekent ook dat je gewoon dat je toch moet zeggen. En wij hebben een run gedraaid en nou, je weet het van POSOP ongetwijfeld met DOH, hebben die een andere insteek gekozen. Mm-hmm. Die zijn echt voordat het DBC-CVRM gestart werd, hebben die de hele bestand gezuiverd. En dan haalt er een heleboel uit. Dan wordt je percentage, je inclusiepercentage beduidend lager. En als er, denk ik, zorggroepen zitten die daar echt extreem veel boven zitten, dan moet je gewoon bijna realiseren dat het niet kan kloppen. En ik denk dat die dus aanspreekbaar moeten zijn. En dat is allemaal op basis van die juist aangeleverde data. Maar als dat vervolgvraag wordt, dan nodig ik jullie graag uit. Maar als je de risico's nu al een beetje kunt zien aankomen. Hè, en je noemt de verzekeraars, jullie zelf natuurlijk, NAG, eventueel kwaliteitsinstituut wat er wellicht komt. Wie is dan nu al aan zet om te verhinderen, A, dat je signaleert waar de risico's zitten en B, ze misschien al kan ondervangen?
Zou je daar nu al actie op moeten nemen of moet je het laten lopen, evaluatie? Nee, ik denk dat je die zorggroepen daar nu op moet aanspreken. Daar moet geen misverstand over bestaan. Je moet heel helder zeggen van nou, oké, wat staat nou in jouw aanbod, hè, van jouw programma? Wat heb je daar nou als inclusiecriteria gemaakt? En ik vind die moet je gewoon hard stellen. En wat het lastige is dat er natuurlijk de richtlijnen wel veranderd zijn. En dat je nu, dat je patiënten die jarenlang op een middel stonden, er eigenlijk af moet halen, opnieuw moet bepalen. En dan moet zeggen van nou, u heeft geluk, u hoeft helemaal geen pillen te slikken. Ja, het is wel jammer dat u de afgelopen 10 jaar voor niks die tabletten heeft geslikt. Maar het hoeft niet meer in de met de huidige inzichten. En dat is eigenlijk iets wat je gewoon moet meenemen in je contract. Ja, het verleidt me bijna tot een aantal weer vervolgvragen. Maar laat ik eerst maar even Henk of anderen aan het woord laten. Zeker. Want ik vind die rol van die farmacie en dan de apotheker ook wel heel interessant. Ja. Om dit soort dingen dus inderdaad eruit te zuiveren. Maar Henk. Je kan als je naar een apotheek kijkt. Dan zou je eigenlijk zou je run kunnen draaien. Dan kan je als apotheker, maar dan kan je als zorggroep ook. Maar als je nou gewoon weet dat 50-jarige vrouwen met alleen een statine. Dan weet je bijna zeker van dat er ergens iets niet klopt. Nou, die kan je er gewoon uithalen. Dus op die manier kan je echt hele grote groepen heel snel selecteren en nagaan of die er al dan niet in horen. Ja. Oké, ik wil. We zitten nu bij de eerste presentatie en wij hebben met elkaar met de organisatie afgesproken dat we 5 uur klaar zijn. En ik ben een slechte voorzitter, dus we dreigen altijd uit te lopen. Ik geef u even heel kort het woord. Ik ga naar Jan Joos, directeur van de Roerdomp. En ik ga kort even het panel vragen hoe jullie nou tegen het verhaal van Jan Frans aankijken. U kunt uw vraag stellen. Ja, ik vroeg me af, waarom gebeurt dat nu niet? Nee, het gebeurt wel. Nogmaals, maar dat hangt een beetje van af van wat je contracteert. Maar wij zijn heel scherp om dat wel te doen. Nogmaals, bij Posop als voorbeeld hebben ze het van tevoren echt helemaal doorgeploegd. En het gaat er echt ook om, als je die andere zorggroepen contracteert, wat je afspreekt, wat de inclusiecriteria zijn. En ik ben een hartstikke voorstander van om dat echt bij de voordeur af te spreken. Oké, dankjewel. Jan Joost, je bent directeur van de Roerdomp, een huisartsengroep. Volgens mij ook doe je iets gezondheidszinnen, neem me niet kwalijk. En je doet ook iets met de apotheek. Hoe beluister jij nou het verhaal van Jan Frans? Graag een korte reactie. Complimenten. Ik vind het ontzettend leuk wat je doet. Knap wat je neergezet hebt. En ik denk dat in het tijdsgevricht van oud-minister Klink er veel gebeurd is. Ik heb eigenlijk twee vragen. De ene is, hoeveel last verwacht je te krijgen als huisartsenteam van de steeds verdere versnipperende financiering? En het, in mijn optiek, financieringssysteem wat op zijn einde loopt, wil je het over kwaliteit hebben en over deze vorm van contractering? Jan Frans, je bent een hele praktische man, daar kan je zo kort antwoord op geven. En de tweede vraag is, want dat is meteen eigenlijk de vraag over hoe hou je dat nou in toom. Moet je niet naar schadelast contractering en dus integrale contractering, waarbij je gecontracteerd wordt op, kun je de schadelast, de zorgkosten integraal, kun je die nou niet beperken? Dan heb je ook meteen het risico van patiënten includeren die jouw geld opleveren, heb je meteen, want die hebben een lage schadelast. Dus als je ze includeert, moet je echt aan de bak. Jan Frans, graag een reactie en dan ga ik me naar het panel begeven. Ja, ik wil gewoon graag verder. En ik denk dat we dat ook, en nogmaals, ik denk dat dat ook gewoon moet. En natuurlijk, ik begrijp heel goed dat er bezuinigd moet worden. Ik heb nog steeds goede hoop dat een keer het kwartje gaat vallen. Deze weg moeten we niet op met z'n allen. En dat gaat zelfs in Den Haag een keer begrepen worden. Maar ik weet wel dat het een paar jaar geleden iets anders lag. Ja. Die schadelast. Ja, je kan gewoon kijken hoeveel verwijs je naar de tweede lijn bijvoorbeeld. Daar kan je wel een aantal criteria over opzien. Je kan ook zeggen van we gaan populatiegericht financieren. Dat zou je ook kunnen doen. En je kan ook zeggen van nou luister eens even. We kijken naar die tweede lijn. Maar het vervelende is substitutie gaat alleen als je ook in die tweede lijn iets eraf haalt. En ik vind dat er moet dingen weg in de tweede lijn. Die moeten naar de eerste lijn. En wij als eerste lijn moeten ook bereid zijn om dingen terug te zetten naar de
nul de lijn naar de patiënt. Dus wij gaan nu kijken of we diabetes in plaats van 4 keer per jaar, 2 keer per jaar kunnen zien. En 2 keer bijvoorbeeld het internet, dat ze zelf hun bloeddruk meten. Dus dat soort zaken. Al die consulten kunnen wij in de eerste lijn ook niet blijven doen. Oké, okay, ja, dank je voor je reactie. Wilma, ik zie jou ook een beetje frotsend kijken. Zou je eens willen reageren? Nee. Ik vond het een heel mooi, inspirerend verhaal met een drive waarvan ik denk, hartstikke mooi. Ik heb 3 woorden opgeschreven. Het ene is zelfmanagement, en daar sluit je net zelf mee af. Vanuit emancipatie, vanuit eigen regie van de patiënt, denk ik ongelooflijk belangrijk. En ook goed je te realiseren dat dat in ieder geval in eerste instantie geen bezuiniging is. Maar een investering in mensen die zich ongetwijfeld terugverdient. Want dat denk ik wel. Het tweede wat ik opgeschreven had was het belang op outcome. Nou, het enige wat denk ik de definitie van goede zorg is, is iets wat de kwaliteit van leven verhoogt. Het derde waar ik je graag naar wil vragen. Helemaal eens dat we een onhoudbaar financieringssysteem hebben. En dat vind ik een patiëntenprobleem, want wij betalen het met z'n allen, zoals we hier zitten. Ik denk dat, dit draait natuurlijk in de soep, hè, met het conflict met de huisartsen en over 2 jaar met de ziekenhuizen enzovoort. Ik denk dat je voor de chronische zorg, ik leg hem even heel ongenuanceerd neer, een budget moet geven aan eerste en tweede lijn samen, waarmee het werk gedaan moet worden. En dat kan ook makkelijk, want er wordt ongelooflijk veel onnodige zorg verleend. Oké, okay, dank je. Jan Frans, graag een heel korte reactie. Niet door jullie. Het lijkt me een woest plan. Nou, volgens mij scheelt het niet zo heel veel. Want ik denk met je dat er ook in de eerste lijn een heleboel dingen gebeuren die niet gebeuren, wat niet per se hoeft. En dat moet dus terug naar de patiënt. En ik denk dat dat echt de weg is. Er gebeuren dingen die gewoon eigenlijk helemaal niet zouden moeten gebeuren. Maar ook denk ik, wat ik een beetje om mij heen meen te zien, is dat heel veel, en dan zijn het vaak ouderen en vrouwen die niet werken. Dan wil ik niet zeggen dat werken altijd gezond is hoor. Maar niet werken is volgens mij in ieder geval niet gezond, hè Maaike? Die komen ook vaak bij de huisarts, is een beeld wat ik heb, uit een soort eenzaamheid. Dus ik denk dat je in een huisartsenpraktijk naast al die gespecialiseerde verpleegkundigen ook het sociaal werk moet hebben. Want die mensen zeuren niet en die vragen niet onterecht om zorg, maar die zijn bij jullie wel bij het verkeerde adres. En die zitten niet te wachten op een 10-minuten consult, maar die zitten te wachten op een aardige meneer of een vrouw. Als je dat zo zou bekijken en dan zeg je, dan heb je 1 budget en dat voorkomt ook dat de specialisten tijd overhouden en... Jawel, moet wel gezegd worden. Kan zo niet langer. Nee, het moet wel gezegd worden, ik ben het wel mee eens. Maar of het iets doet in de tweede lijn, daar waag ik zeer te betwijfelen. Want daar vinden ze gewoon iets nieuws uit. Dus niet als je gezamenlijk verantwoordelijke bent voor het budget. Dan kan je hooguit het werk van de tweede, van het eerste lijn in de tweede lijn gaan doen. Maar dat is niet aantrekkelijk. Maar dan moet je het totale budget op één hoop gooien. Ja. Nou, dat, dat kunnen we zien in Engeland hoe dat gaat. Daar zijn ze net mee begonnen. Dus, Nou, en dan denk ik ook met de bepaling, en daar hebben we dan onze verzekeraars voor, dat je een contract krijgt tegen die condities, maar dat een wachtlijst gewoon niet acceptabel is. Ja, ik geef toe, het ontbreekt nog aan enige nuancering, maar ik denk wel dat het... De nuancering... Ik vind het eigenlijk wel prettig duidelijk, Wilma. Nou, je dat moet wel niet genuanceerd zijn met dit soort e-koops, anders komen we niet verder. Maar nee. Van nature wel, maar krijgt de tijd er niet voor. Hè? Dat is het. Nee, bij het budget gaat denk ik ook altijd wie gaat uitleggen wat er wel en niet kan. En dat, Wat mij betreft is de belangrijkste conclusie dat we met elkaar, en ik zie het ook een beetje terug in de reacties van de zaal, integraal budget, helemaal niet zo'n slecht idee is. Volgens mij spelen de regionaal ook al wel wat activiteiten en ideeën na 2013, 2014. Een groot deel van je verhaal gaat over kwaliteit. Goed verhaal, complimenten. Je raakt zeg maar aan hoe ga ik het dan organiseren. Dan begin je met eigenlijk monodisciplinaire zorggroepen. Die gaan samenwerken met andere clubjes. En in de loop van je verhaal zeg je dan, eigenlijk denk ik meer aan een eerste lijn zorgbedrijf. En dat is
als je dat woord even in gedachten houdt, dan zeg ik van, goh, hoe gaat dat dan in de tijd? Hoe plaats ik dat dan in ieders gedachte van marktwerking? Want dat betekent gewoon dat ik een regio als het ware in één bedrijf ga zetten. En dat heeft natuurlijk helemaal niks meer met marktwerking te maken. Nee, maar die marktwerking, daar gaan we ook vanaf als het geld op is. En volgens mij is dat nu aangebroken, dat moment. En door de marktwerking is de gedachte dat de prijzen omlaag gaan. En dat is buitengewoon leuk. En, ik wacht tandartsen af. Er waren er al 36 die hadden hun website al ingericht. Ja. Maar stel nou dat ze dat volgende week wel hebben gedaan. Dan, misschien gaat die prijs wel wat omhoog. Maar ik geef je op een briefje. Het volume gaat dramatisch stijgen. En het totaal, gaat dat volledig ontploffen. En dus ik ben daar niet zo bang voor. Dus daar komt wel weer dat marktwerking, dat komt maar goed.